en gewoon terugtrekken als het nodig is, zoals nu. Ik wou net zeggen. Ik weet in dat ze los wil, maar ze is loops. Dat gaat nou niet. Goedenavond allemaal. Het is nu 18 uur 55, 29 juli 2018. Er is gisteren weer niet gevolgd. Anders. Ja, goed, heel weinig gevolgd. Maar dat wordt wel goed. Ja, heb je er een beetje allemaal zin in? Nou, het is wel spannende tijden natuurlijk. Vertel. Veranderingen op komst allemaal. Vertel. Nou, even kijken. Wat gaat er aanstaande dinsdag? Dan gaat Astra naar Nieuweberg gezin toe. Nieuwe roedel. Ik. Weer een verandering. Ze krijgt wel heel erg veel ruimte. Het is geen appartement zoals bij mij. Lekker een ruim gebied waar ze lekker kan rennen. Nog meer hondjes. En ze is daar heel erg welkom, heb ik begrepen. En ik ben op de hoogte gehouden van hoe het met haar gaat. Ook heel belangrijk. Ja, ik zou zeggen, even kijken. Ja, goedenavond allemaal. Ja, verklaar ons maar voor gek. Wij zijn dus een spel aan het doen. Ja, is leuk. Ik moet dus, we gaan dus zo meteen in de voetendans doen. De voetendans. Daar staat kleedje uit. Oeh, spannend. Gaan we dus niet volgen. Nee. Ga op je handen staan. Je partner pakt je voeten beet. En jij gaat met je handen op de voeten van je partner staan. En maak een dansje. Tijdsduur. Eén romantisch muzieknummer. Kan me zo dragen. Kan me zo dragen. Wat spannend. En het is warm, zeg maar. Hè, schat? Ja, het is mooi. Nee, dat is de mijne. Jawel, dat is de mijne. Ja. Nee, dat is verkeerd, Tom. Lul. Kom hier. Met dat ding. Kom hier, is voor mij. Dat is voor mij. Nee, kan niet, want je hebt al een broek aan. Ja, dus. Zo. Ja. Kijk, we zijn dus nog steeds met die spel bezig. En we hebben dus net gedanst. Ja, dat gaat dus helemaal niet. Maar dit wordt nog leuk. Ja. Want hij vindt alles eng. Maar dat komt wel. Helemaal goed. Ja, Lofli die vindt het zo leuk om even mee te gaan doen. Ja, nou ja, dat mag. Het is een beetje donker hier waarschijnlijk. Ik zie mezelf niet eens meer maken. Dat maakt niet uit. Oh ja, hi. We gaan weer dobbelen. Maar overnieuw. Daarom. 6 en 3 keer. Nee, die hebben we al gehad. Ha. Is dat in een winterjas of niet? Nee, dat is weer uitkleden. Jij mag helemaal die kant op gaan liggen en ik mag weer die kant en dan jouw gezicht beknellen. Mijn gezicht beknellen? Kijk, je is leuk. Ik wil dat ik helemaal niet bekneld heb. Ja. Die is grappig. Die is leuk. Kijk, dit was mannetje van het vrouw. Kijk, dit is het mannetje. En pak anders even mijn en mijn zaklamp, want dan kan je het beter zien waarschijnlijk. Hier hebben we gehad. Nou ja, beknellen. Gewoon even leuk liggen. Ja, dat is leuk. We kunnen ook hier op de grond liggen. Wat had meer dan goed. Kijk. Ja. Want je hebt grotere hand. Ja. Ja. Gewoon even zo liggen open op de grond. En meer niet. Is leuk. Ja? Dat is grappig. Dat is grappig. Waar ligt u? Ook daar ook. Kijk,
Dan gaan we lekker op de zaal liggen. Ja, ik ga verder naar jou toe. Hi, hi. Zo, hi, hi. Zo, joehoe, joepie. Ook weer gedaan. Dat was leuk. En toen mag u weer opstaan, meneer. Ik wil niet gelikt worden. Dat hoeft niet meer. Humor, ja, nou. Toen mocht ik weer dobbelen. Op kaartjes zo. Nee. Dat is deze. Oeh, dat is leuk. Ontdek je plek. Vertel je partner wat jouw gevoelige plekjes zijn en laat je daar strelen en zo. Tijdens die minimaal 1 minuut. Dus! Moet ik jou mijn gevoelige plekjes vertellen? Ja, maar die weet ik toch al schilderen. Nee, ontspan. 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 En nu ontspannen, ja? Dus kinderen op school doen dit niet vooral niet. Nee. Dat mag ook. Nee, dat mag niet. Nee, strelen, opzoeken, niet allebei. Nou, minimaal 1. En zeker niet met die gekke piers in van je. Heel goed bij je hoofd dan. 1 minuut, hè? Ja, 1 minuut. Voel dat we hier zijn. Echt niet? Hier maar uit. Dus kinderen op school, als jullie de meester willen pesten, doe dit vooral even bij je en bij de meester. Nee. Voorbij. Ja, mooi. Dus als jullie meester willen pesten. De grote groepen zijn er al. Gaan we dan even pesten. Kijk eens. En jij lekker weg. Dag kleine. Zo. 7. Ah, dat is leuk. 7. De hypotheker. 7. Nou, ik wil maar. Dit naar je tafel. Leg je partner op de grond. Stop je tong in de navel van je partner en draai cirkels van 360 graden. Je partner mag happen naar voorbijvliegende edele delen. Test u 2 minuten. Nou, die gaan we dus maar niet doen, want ik zet mijn joker in. Ik heb mijn joker in, maar goed. Nou, en dat is je joker. Oké. Ja. Dan zet ik mijn joker in. Wat staat daar? Massage. Oké. Niet het gewone soort. Nee, en met Jim zeker. Ja. Masseer je spelpartner met olie of lekkere zoeps met Jim. Tijdens het duurt heel lang. Dus ik mag ergens op en op de grond liggen of zo? Ja, jij mag op de grond gaan liggen. Nou. Dan zal ik die pot Bebogeen even pakken. Nee, en Bebogeen niet. Ja, Jim. Nou, Roos is al naar huis, zoals jullie al zien. Kijk, die is naar huis. We gaan zo lopen met de hondjes, bijna 11:30. En, nou ja. Ja, ik ga even mijn heupgordel even omdoen. Heupgordel? Ja, ik heb een heupgordel. Zal ik die eens even laten zien dan? Ja, maar dat is wel makkelijker als je de honden echt gaat uitlaten.
Als je dus een hele sterke hond bij hebt. Of bijna 10 maanden. Weet je schrik, het is even weer donker. Is het licht aan doen? Oh. En of jullie wat het een en ander kunnen zien zometeen? Nee, dat gaat hem dus niet worden. Dus ik neem jullie gewoon even lekker mee naar de woonkamer. Ja, ik heb net de cracker op. Ook erg lekker. Kijk. En dan moet ik even kijken waar ik jullie weer neer ga zetten. Ook een hele leuke. Dat we eens even moeten kijken waar ik neer ga zetten. Ik heb er meerdere. En Ro heeft er ook één. Nou, dus hier een hele mooie heupgordel. Dat jullie al wel eerder hebben kunnen zien. En er is hier weer een van. Zo. Top. En dan zit mijn heupgordel dus wat nu om me heen. En dan komen hier dus de kettingen, de lijnen aan. En dan komt dat ook alweer helemaal goed. Ja, ik ga ze even aanlijnen en dan zie ik jullie morgen weer. Want dan gaan we gewoon weer verder morgen en met vloggen. Ook leuk. Toch? Ja. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon gezellig kijken. En tot over een aantal x uurtjes. Nou, met z'n allen op pad. Zo. En mijn mannetje is erbij. Hi, schat. Dat is een beetje veel, weet het. En daar hebben we Astra en Max. Astra. Astra. Hey. Astra. Hey, ben je weer schoon? Ja. En met mijn grote meid en met mijn kleine meid. Ja, we lopen alweer lekker hier. Ik weet niet of die foto is gelukt, maar ik heb geprobeerd een foto te maken. Dat is leuk. Jut en Jul, saampjes, saampjes. Hier ook hoor, trouwens. Hé, hey, kleine, ik weet nog en dat we je ophaalden. En dat je zo in die mini klein was. En dat je nog onder die grote haarbuik door kon. In die mini. En want je bent nog steeds ietsje pietsje nog kleiner als die grote. Toch nog, hè? Toch nog wel. Het is continu een gezichtsbedrog wat jij aan ons laat zien. Ja. Reclame maken. Nee, ik word er niet voor gesponsord. Kijk, schat, en dan weet je dat eventjes van de Aldi. 7 dagen per week open. Van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 8. En zondag van 11 tot 6. Huh? Ja, dames. Dus vinden we nog ergens geld? Komt ie maar. Nee, los, kom. Die R was goed voor jou. Hey, Aldi. Raldi? Ja, Aldi, Raldi. Hey, HTM. Mag je dat filmen? Ja, dat mag. Ja, dames en heren, dames en heren, kom.
toppie. Ze staan erop hoor. Mijn mooiste roedel wat ik ooit kan hebben. Dankzij mijn grote meid. Door. Dankzij die grote meid. Ik heb een hele mooie roedel hier aan. Prinses Irenelaan, zoek het maar op waar we zijn. Ergens, Voorburg Den Haag, ergens. Rijswijk. Nu? We zijn nu al een uur en 15 minuten en 5 seconden, 6 seconden aan het lopen, ja. Het is nu 0 uur 43. Ja, ja. Dus ja, waar? Den Haag, Voorburg, Rijswijk, het kan overal zijn. Leidschendam. Voorschoten. En dit wordt een hele mooie, weet ik wat het wordt. Van Kneten onder ons. Waal zijn we. Waal, ja, Waal. Ja, geen idee. Bij 5 minuten stop ik mensen met filmen. Bij 5 minuten. Slam Mix Marathon elke vrijdag op je radio. Ja. Verhuurgestad. Huren in het Le. In het Le. Le. Oké, je zal hier maar wonen. Ja, dit is leuk. Alles staat op rood, weet je? Alleen dat hier rood, dit is aan het rinkelen. Dat is leuk. Even kijken of je nou op... Ja, ja. En hij stopt ook niet, hè? Hij stopt ook niet, hè? Dit is hier lekker lopen, trouwens. En we hebben nu alweer bij... We hebben nu al 2 uur en 8 minuten en... Bijna 9 minuten. 2 uur en 9 minuten tikken we nu aan. Dat is leuk. En 7,37 kilometer. Hé, mensen. Zijn we nou goed bezig of zijn we goed bezig? Het is nu 1 uur 37. Heel goed. Denk ik. Ga eens even naar elkaar toe. Zo. Nee. Ja. Hi Astra. Hi kind. Ik heb tegen jou Astra. Ja. Ja. We zijn goed bezig. We zijn goed bezig. Ja, ik wil weer eventjes een selfie met de boom zowat. Ja, boompje. Nou ja, selfie. Kop. Gezondheid, meid. Nog meer? Nee? Kom maar. Eén, twee. Kom maar. Zo. Blijf lekker aan deze kant een keertje lekker lopen. Is leuk. Schappig. Of wil je aan de andere kant? Nee, hè? Deze kant eens keren. Hoi. Ja, Max, jou, aan jouw tuig die zit een beetje helemaal scheef. Kom. Goed zo. Zo dan. Dat is ook niet goed, hoor. Voor zijn hele houding.
Juist. Nee, laat ze maar. Trek dan weer weg. Is niet leuk, nee. Kom maar, kom. Ze lopen al de hele tijd dus wat naast elkaar. Het is nou toch wat breed zat, of niet? Het is lekker weer. Zomers, warm. Beetje benauwd. Astra. Astra. Hi, meisje. Oh, broer, en we lopen rustig. Kan wel. Ja, maar ze lopen al 2 uur, hè? Nu al is meer dan 2 uur. 2 uur en 11 minuten alweer. Alweer 2 minuten langer. Hallo, moet dat? Jeetje, Mina. Ik weet niet wat je ziet, maar. Wat loop jij aan te trekken, vriend Max? Tong helemaal zo wat buitenboord, jongen. Bezinnen, hè? En met trekken vandaag. Kom. Nog even en ik ga op je achterpoten lopen. Is leuk. Eigen schuld. Kom maar. Ja, lopen. Ik vind dit eigenlijk wel heel mooi zo gedaan. Nee, maar het gaat er ook om voor mensen die dus met slecht NTB zijn. Of met het koppelbeelden vormelijk. Hé, deurtje open, mag dat, mensen? Nee, mag eigenlijk niet. Nee. En door. En door. Dat zeg ik. Hè? Huh? Ja, ik schrijf. En door. Dames. Ik ga nog even en ik ga ook op en op het fietspad lopen, hoor. Ook leuk. Loop ik al, schud weer. Bij 5 minuten stop ik weer. Met filmen. Dan heb ik alweer een vlog van bijna 10 minuten. Of ik ga even door met na 15 minuten, dan heb ik er 20 gegaan. Ja. Gaat hij goed? Gaat hij niet goed? Gaat hij beter? Alweer een kilometer. Ja, en ik zal ook. Okay. Deze 3 hebben dus een kat in het vizier gehad. Dat is leuk om de hand te gaan trekken. Awesome. Erg grappig. Dat is, maar is wel leuk, grappig. Hele mooie roedel zo, hè? Goedenavond. Dames en heren, kom. Keurig. We hebben een kat in het vizier gehad en dat is leuk, grappig. Dan gaan we lekker niet achteraan, niet. Nee. Jammer, joh. Ja. Deze komt dan weer achteraan voor morgen. Zo, het is hier weer gelijk druk ook, hè? Kom, dame. Lopen. Of gaan we hier alweer oversteken? Ja, oversteken, zonder om te wachten. Dat is leuk, joepie. Ik zou het geesten kappers, oké. Okay. Bezinnen, hè, Max, om te gaan trekken. Nee, in 1 keer. Moet je wat doen? Ja, ja, want dat moest je net al. Ga je maar aan de boomkant, schat. Want hij moest net al wat doen, maar... Is leuk. Ik ga toch nog zo meteen even via het parkje. Sluk. Laat ze maar even lekker snuffelen. We zijn al de hele tijd braaf bezig geweest.
Handig hè, maar één lijn. En dan zo'n splitting, dat is wel leuk. Ja. Het lijkt wel herfst hier. Nog even. Nee, gewoon door blijven lopen, want je gaat weer rustiger lopen en zodat ze aandacht krijgen, want het hoeft niet. Astra. Astra, kijk eens. Hé, hey, meisje. Ja, en toen was het bingo. Nee, rustig, gewoon rustig. Kom. Goed zo, keurig meisje. Goed zo. Grote meid. Deze twee ook hoor. Als je mooi staat, meid. Nee. Ik denk dat nu hier ook een uur in de wind ook, hè? Nee, ik ga via het parkje, schat. Nee, nee. Kom, volg, lijn. Ja, en dat is een border, dus die gaat zoeken en ruiken. En het staat nou een skeetje helemaal op beeld en wat ze dus doet. Zo, hijg, 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 hijg. Ben ik blij dat ik dit een keertje op beeld heb? Jeetje, Mina, kleine. God, sorry, mijne. Is hij oud? Kijken en laat. En? Ja, die is overleden. Die is overleden. Daar zeg ik al van, kijk uit, omdat jij dus even een hele andere lijn hebt. Ik denk, nou, voordat hun dat ruiken, weet je wel. Dat is mooi, weet je wel. Dus even kijken of er nog weer de knoop erin zit. Het is namelijk. Nou kan je dus en gerust met een makkelijke ding het ontknopen. Het is weer lekker donker, joepie. Kom dames, kom. Zo, ben jij sterk, kleine meid. Jeetje, Mina. Ik weet ook niet wat je zag.
Want met, hè? Weet ik niet. Dus ik zal eens even weer terugkijken. Even kijken of de knoop er weer in zit. Even kijken. Ja, hij zit er weer in volgens mij. En ik weet niet wat ze hier allemaal aan doen. In het... Ja, die kant even op, ik weet niet. Ja, ik wel. Ik zie het wel. Volgens mij zit er weer een knoop erin. Ik weet niet wat ze hier eigenlijk doen in het park om 2:10. Ja, dames, kom. Volgens mij zit er weer een knoop in. Zo ja, mag je die er weer uithalen. Ja, je mag weer ontknopen. Volgens mij, of niet? Nee. Nee, er zit nog geen knoop in. Er zit gelukkig nou geen... Huh? Tuurlijk wel. Nee. Hallo, kom. We gaan niet graven. Nee, kom. Klaar. Ook eens even doen. Ja, goed zo. Grote meiden. Goedenavond. Ik zie niks. Dames, nee. Dames, klaar, kom. Thank you very much. En die boom is wel gaaf hoor trouwens. Zo. Hi, daar was je weer. Zo, wat ben jij mooi. Hij is hem even weer op in die broekje. Ja, die ja. Wij zeggen. Ja, want hij stond een beetje op 10:30. Zwa. Vier mensen in het park. Huh? Ja, maar dat is een gezegde. Als je broek hier al zwart zit, dat is je broek op 10:30. Allebei. En dat hond daar, dat broekje net. En je normale broek, die zat zwart op 10:30. Goedemiddag. Welkom bij deze nieuwe dag. Het is maandag 30 juli 2018. Het is nu 11:45 in de middag. Ik ga mijn deurtje dicht doen. Met de hondjes lopen. Ja, met de hondjes. Dat is leuk. En wij nemen jullie gewoon, net zoals gewoonlijk, weer gezellig mee. Dus ik ga even hun uitlaten. Haar ook. Baby, daar mag je meelopen, plasje koffie doen. Jij, ja, dan ben je ook daar. Hi. En daar hebben we de kleine kat. Die komt ook eens een keer weer in beeld. Dus ik ga ze even aanlijnen en dan ga ik richting Ro. En dan zien we straks en blij ons. Hi. Hi. Heb je er zin in vandaag? En wel een beetje spannend, neem ik aan. Ja, dat wel. Waarom? Nou, nieuwe dingen, hè. Zoals wat nieuwe dingen? Want ik hoor je niet wat je zei. Want ik ben doof. Ik ben doof. Ja, precies. Wat zei je nou? Ja. Nieuwe dingen. Met de PostNL. Ja, we zitten lekker in elkaar verweven, dames en heren. Ja, maar vertel. Ik krijg wat andere werken erbij toegedeeld gewenst te worden. Bij wat? Bij de post. Welke post? Ja, die ene post, blauw. Zand bedoel je? Oh, zand. Ja. De werken die we hadden, die zijn weer weggehaald. Dat is wel jammer.
Ja, maar we krijgen wel weer leuke nieuwe wijken erbij en dat lekker in de buurt. Meer in de buurt, dat wel. Maar goed, het was één wijk was toch in de buurt van de andere wijk. Ja. En begint net een beetje routine in te krijgen. En dan hoeft het niet meer. Dat is wel jammer. Jammer, hè? Ja. Ja. Maar ik had dus een vraag gesteld op nog Insta en op mijn Facebook. Of mensen ook meer van ons wouden weten. Toen kwam mama met het geweldige vraag van, ja, maar ik heb Ro al in uniform gezien. Ja, en met postlopen. Maar en met mij nog nooit. Leg eens uit. Jij hebt ook geen uniform. Nee. Want jij werkt niet voor de PostNL. Nee. Dus dan heb je ook geen PostNL uniform. Nee, maar... Je moet van mij willen lenen, maar dat mag. Alleen binnen aan. Ja, precies. En dan wel heel goed wassen en ontsmetten met dekken. Mhm. Dan zijn ze hier aan. Oké, we lopen hier en er komt zo'n raar gevaarte aan. Zo, dat ding hebben we ook alweer gehad voor vandaag. Misschien een beetje zometeen een stukje rust. Ja, zeg je. Ja, ik hoor je niet, hè, vanwege dat lawaai ding daar achter mij. Oh. Wat zei je nou? Ik vroeg wat je zei, want ik versta je niet, hoor, dat lawaai ding achter mij. Nee, maar wat zei je nou, want ik hoor je niet. Ik zei dat je niet kon verstaan vanwege dat lawaai ding achter mij. Wat zei je nou? Dat lawaai ding, niet zo schreeuwen. Niet, en niet zo praten? Niet zo fluisteren, ietsje harder spreken. Oh, nou dan doe ik dat even. Ja, dat is goed joh. Humor, moet kunnen mensen, geweldig. Ja. Nee, maar waarom heb ik dus dan helemaal geen... Lekker zo laten. Ja, waarom heb ik helemaal geen bedrijfskleding aan? Vertel dat dus straks. Je nu. Komt pas dus als je uit de vroegperiode bent van een half jaar. Nee, bij Zand. Ja, dat ik ook niet. Wat is dit nou weer? Wat lekker zo, mag dit.nl. Mag dat zomaar over de stoep rijden? Nee, dat mag niet. Dat toch doen? Ja. Breedvervoer, de andere kant op. Dan moet je hier oversteken en dan weer terugsteken. Ja, dat is leuk. Ja, dat is gevaarlijk. Het is dan maar heel gevaarlijk over die stoep rijden. Astra is er nog. Astra gaat morgenavond weg. Permanent huis. En dan haal je een nieuw huisje. Ja, met maar 800 vierkante meter loopruimte. Tuin. Wel weinig, ja. Blij ei. Ons bos is groter. Blij ei. Nee, nee, eigenlijk nog ei krijgen. Het is maandag. Hè? Het is maandag, ze krijgen weer een ei. Oh, daarom zijn ze ook zo blij. Ja. Ah. Het is geen paasei. Nee. En ook geen chocolade-ei. Maar een kippen-ei. De specialiteit van het huis. Een rauw ei. Ook lekker, toch? Een rauw ei houdt wel, ja. Als je niet van rauw ei houdt, kan je beter even eerst bakken. En dan opeten, dat is het lekkere. En je kruiden erbij. Toch? Ja. Toen waren we nog even lekker aan het lopen. Nog een stuk. En de dames willen even niet meelopen. Maar ik trek ze al een beetje mee, vind ik leuk. Grappig. Maar, ja. Ik heb Robert laten lezen op mijn telefoon. Want er is een hele vette discussie gaande op Facebook. Okay. Heb ik jou toch laten lezen? Ja, want de wijk waar, hou je mond, de wijk waar ik in woon. En ik ook. En hij ook, wij. Gewoon aan de andere kant, dat is wij. Maar in de straat waar ik woon, achter, voor, zijkant, rechterkant, ja. Links. Ja.
heb ik anderhalf jaar terug al tegen hem gezegd, hier naast mij. Dat gaat het niet worden. De wijk die gaat achteruit. Maar het leukste is, de wijk heeft geen wijkagenten meer. Dat is helemaal niet leuk. Dat is grappig. Helemaal niet voor de wijkagenten. Nee. En het plaatselijke politiebureau in onze wijk, ja, lekker ding. Die is ook al dicht. Na 5 uur toch? Ja. En in het weekend is hij helemaal dicht. Dus waar blijven die werknemers? Ga ze lekker aan het werk zetten. En vooral die immigranten. Laat ze lekker werken. Statushouders. Statushouders. Ze mag ook, sorry, immigranten. Maar dat zijn toch hetzelfde? Niet? Wat is daar het verschil van dan? Immigranten zijn buitenlanders. Harder! Jongens en meiden. Jongens en meiden, oké. Okay, ja, nou. Ben jij voor meerdere aangesproken dan Astra? Ja, hè? Maar oké, okay, ja, ga verder, hou vast. Immigrant is dus iemand die uit het buitenland komt. Ja. Bijvoorbeeld uit de Europese Unie. Ja. Dan heb je een vrije recht van reizen van personen en goederen. En middelen, kapitaal. Ja. En een statushouder is iemand die ook immigrant is, maar buiten de Europese Unie komt en hier een asielaanvraag indient. Oké, okay. Kom maar meisje, kom maar. En als die toegewezen wordt, die asielaanvraag, dan ben je staat. Nou, dan hebben we ook weer wat geleerd. Ja toch, kijk. We lopen naast de snelweg. Dit is toch de snelweg, ja toch? Een soort van. Jongen daar. Nee, kom. Door. Nee, ja, kom maar. Niet zomaar op. Nee. Niet op. En de lucht is een beetje scherp. Maar ja. Heb jij nog wat te vertellen? Eigenlijk. Nou, vertel. Een beetje te veel om allemaal op te noemen, dus dat doe ik er maar niet. Ja, lekker ding voor mij. Kom, deze kant op. Lekkere dingen. Hallo, lekker ding voor mij. Ja, dank je. Ja, straks. Appelsap, lekker! Maar hou vast en praat of zo, maar let op de tijd. De tijd. Want ik krijg een lamme arm. Nu 12 uur 42. Nee, maar hier op de tijd, op de Even tijd. Even niet oversteken, kom. Op de tijd, let het daarop, op dat ding. Er staat nu een 3 nog wat. Ja, maar kijk. Okay. Hier staat 3,44 en daar staat dan nog. En wat je over hebt. Kijk, deze telt af. Deze telt op. Niet dat. Oké. Zouden maak ik met 8:05 Ja. Dat is duidelijk. Ik ben een beetje doof, dus ik kan het niet goed lezen. Ja! Wat zijn de plannen? Nou, de plannen die zijn dus om een beetje door elkaar heen te gaan lopen, blijkbaar. Ja, oké. Dat kan het pakken. Oh, goed. Nee hoor, hoeft niet. We gaan het oversteken. Ja, dat is leuk. En vooral als er nog niks aankomt. Niks aankomt is het niet zo'n probleem. Er wel wat aankomt en dan oversteken. Ja. Probleem. En door. Kom. Goed zo. Het is ook zo warm en zo benauwd. Het is behoorlijk benauwd, ja. Kleine, grote bedoel ik, kom. Zwart. Zwart jukkeltje. Dat is warm, meid. Er komt een even watertappen zometeen, kom maar. Aan de andere kant daar. Hier. Ja, dat is leuk. Nee, we worden niet gesponsord. Ook niet door de techniek. Niet? Nee. Nou, dacht ik. Zelf nog nooit van gehoord. Nu wel. Langzaam rijden. Nu wel. Ja, nu wel. Daar komt de fiets aan. Ik hou voor je tijd over, zeker. Vlak voor zijn neus. Nou, dat is leuk. Ja. Goed zo.
anders duw je mij een beetje die kant op en dan ga je ook zelf een beetje die kant op lopen. Goed. Ja, lopen. Hey, deze kant op jij. Wat heb jij toch een overheerlijk lekker kontje, zeg, schat. En wat heb jij toch een overheerlijk lekker kontje. Als dat wel. Hè? Als dat wel. Maar hoe vind je het even lekker lopen zo? Ja, benauwd. Dat weten we. Het is heel zwaar. Ik heb al kilometers moeten lopen. Ik heb al 3 wijken gehad. Het is warm. Benauwd. Klam. Ja, maar daar hebben we meerdere last van, denk ik. En vrouwtjes. Ja, en ook al oud. Ja, 50. Ja, 5 plus. Ja, 5 plus. Nee, 5 hè? 5 plus. Je bent 5 jaar, toch? Ja, zoiets. Ja. Straks nog op 3. En straks, straks ben jij 15, toch? Ja. Ik ga bij 10 namelijk. Handig. Ik sta voor groep 3 straks volgende week. Nee, ja, dat lukt toch? Ergens. Maar hoe gaat het verder met jou? Want je bent wel lollig aan het doen, maar ik vraag wat. Gewoon iets serieus. Serieus? Ja, gewoon serieus. En met mij gaat het helemaal top, helemaal goed. Alleen het is inderdaad benauwd. Ja, dat wisten we. Nee, dat hebben we nou gehad. Dat is goed. En waar we lopen, ja, ergens, want dit is ook sinds kort helemaal nieuw. Ja, maar dat zeg ik. Maar dat zeg ik, dit is ook sinds kort helemaal nieuw, hè, dit hele waterplasje. Als je nog wat wil, dan kan je hier al zo meteen pakken achter mij. Zaak wat? Ja, grasmaaien. Goed zo. Keurig. Maar ik laat het jullie ook wel eens even zien wat ze hier allemaal maar aanwezig zijn. Komt ie maar. We gaan zo meteen over. Heel mooi stukje fietspad. Ja. Heel mooi stukje fietspad. Dat is leuk. Mag u hier parkeren? Hè? Huh? Okay. Dit wordt een fietspad. Ja! Geen last van voorlopen. Maar mag u hier parkeren, punt en wel? Grappig. Puzzeltje doen, is leuk. Hè? Huh? Leuk! Ja, hier dus wel. Heel goed, als je zo'n mini karretje. Moet je nog lager dat vol van. Zal het strijd tussen onze kinderen om mee te mogen rijden, het karretje. En dan even die boodschappen rijden met ze thuis te rijden. Met één klein plekje, daar kun je nog zitten, aan de zijkant. Om de karretje heel langzaam te rijden. Een soort vereelde booster. En nee, ik word er niet voor gesponsord, mensen. Nee. Ja, je staat er mooi op hoor. Je kan jezelf nu op en op YouTube zien, hè? Karin van der Werf en met de zee. Enkel weg. Dan ga ik juist een beetje haar volgen, dat is leuk. Ja, nou, dan ga ik even weer heel erg veel uitzoomen. Ja, anders dan heb ik wel heel erg veel Astra en Max en jou in beeld hoor. Dat maakt niet uit, dat is leuk. Daar niet van, ik wil jouw kontje er wel even op hebben. Hij is er al vanaf.
leuk. Pesten. Maar hij komt er toch wel op verschil weer. Alleen trek jij je broek eens even omhoog zo. Ja, dit ziet er niet uit. Want het lijkt net wat je hiervoor hebt en dat je dat achter hier ook nu hebt. Nee, dat is niet handig. Kom, dames. Ja. Een beetje te veel parfum op zo. Zo, deze. Aanleg, fietspad. Fietspad, aanleg. Rood. Met nu kiezelsteentjes. Die is nu net een aantal x weken nieuw, hè? En vooral deze kiezelsteentjes is nieuw. Daar gaat de pomp van de aardappelijen uit en dan doe je het ook. Dames van het goede leven. Nee, er zijn dingetjes aangebracht. Ja, komt u maar. Deze kant op graag. Deze kant graag. Dank u wel. Ja. Yeah. Even kijken hoe lang we hier al overlopen. Dat is leuk. Hoeveel zijn je? Ja, maar ik heb hier ook tijd staan. Dat is leuk. Grote dame van mij. Kom daar vanaf. Ja, dankjewel. Oh, strak, kom maar. Max ook, hè. Nee, jawel. Ga jij eens even aan deze kant, dame. Zo, dit is ook lekker fel, hè. Komen ook weer lichtjes erin? Nee. Ik hoop het wel. Dit is niet nodig. Hallo van die kant op. Dankjewel. Het is moeilijk. Rechtuit lopen. Wat mensen, kijk eens eventjes in de omgeving. Ik laat je wel even meekijken. Meegenieten. Oh, die mevrouw maar even niet erop. Sorry. Kijk. Mijn CBS-gebouw is weg. Allemaal volkstuintjes. Wat met een grote bagger zo. Ben je een beetje dronken of zo, meid? Je hebt een beetje te zwaggelen, jij. Die, deze. Nou gaan ze allebei lopen zwaggelen. Nee, kom. Kom, volg mij. Dames en heren, uitkijken voor de tuig vandaag. Goed zo, je leert het. Goed zo. Zie je dat het beter gaat? Krug. Ja, ik had er ook gisteren een tip gegeven. Ja, maar je hebt hem nou net uitgevoerd. En hoe was het? Neem me even serieus. Oké. Wat was de tip? Vraag de namen en dan het commando. Dan weet je het onder waar ze het over wie we wat moet doen. Yes, correct. Ze hebben weer wat gehoord. Kom maar, doorlopen. Hallo, welkom. Hoe lang lopen we anders even kijken? Nee, ik heb hier al de app aan, hè? Nee, niet waar.
57 minuten en 53 seconden en 3,98 kilometer. Veldmuisje waarschijnlijk, kom. Veldmuisje waarschijnlijk, is leuk. Zo dan, CBS. Zo dan. Ik wel. We lopen al hier al 5 minuten hoor. Nee, nee. Nee, want ik heb hem aangedaan en daarbij dat dingetje. Bij die begin fietspad. Ja, oké. Okay. Zeg ik. We hebben 100 meter op het fietspad naar de Boulang lopen. Ja, nou, dat moment... nee, maar toen zei ik al daarvoor van even, nou ik ga kijken hoe lang. We lopen al vanaf daar al. En toen had ik hem al aan. Ja. Zo, kijk, een klein rot waterstraaltje. Ik weet niet of ik het in beeld kan brengen. Ja. Dit was dus het oude CBS-gebouw, dit. Ja. Kom mee. Uw goederenheid eer zij over ons gelijk wij op u hopen, hè? Huh? Uw goederenheid eer is. Ik ben totaal niet gelovig. Nou, moet het eventjes een zijde. Palm 33. 22. Sorry, excuus. Daar zei ik het ook even, omdat we hier zo staan. Wel handig, hè? We zien weer lekker cool, zeker. Ik zat al bijna aan de 8 minuten. Ik heb hem weer even opnieuw opgestart. Het is even grappig dit namelijk. Nou, hier zijn ze ook lekker bezig. Dames, kom. Hier komen dus ook allemaal woningen te staan. Allemaal woningen. Alleen maar woningen. Is leuk. We bouwen alles lekker dicht. Maar dan is Rotterdam, Amsterdam nog meer. Ik mag bijna blij zijn en dat we hier nog bomen hebben, jongens. En we zeuren wel. Maar jij gaat ook straks weg en ik weet niet of en of ze jou dan nog straks zien. Wat en wat wil je alvast zeggen tegen ze? Ik wil hier vast kijken of je bent. Blauw duimpje omhoog. Als je het leuk vindt, als het niet leuk vindt, een ander blauw duimpje omhoog. Laat even een commentaar achter, heel erg. En dan krijg je een commentaar terug. Een belletje aan de lijn op de hoogte. En niet op de vlakte. Ja, precies. En abonneer even op dit kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, heb je het wel gedaan, dan hoef je het nog een keer te abonneren. Het is gratis, dat deelt ook weer. En dan krijg je gewoon een berichtje. Als er weer een nieuwe video online staat, om 4 uur meestal. Meestal wel, ja, dat klopt inderdaad, correct. Even heel enkele keer is het 4 uur 's middags, andere keer is het 1600 uur. Hij sport echt niet, jonge mensen, of nee. Maar dat wisten jullie wel, hè? Ja, dacht ik al. Mm-hmm.
Jut, Jul, Mino en Panno, toch? Net. Ja, zoiets weet ik veel. Dit hele stuk, vanaf daar tot hier, is bijna 10 minuten lopen. Hoi. Hey. Ja. Ja, want ik zat dus net op en op rond bijna 7 minuten. Ja. Ik zit nu al op 2,37. Oké. 39. Hè? Huh? Ja, dat zeg ik. Nee, we gaan anders lopen. Ja, lopen! Ik zit nu alweer bijna op de op en op de 3 minuten, dus dat zeg ik. Afstand. Ja, dat is leuk! Oppasbaas. Afstand. Kan die rijden? Ja. Kan die rijden? Ik wou net zeggen, en daar gaat moeders, maar nee, dat ging moeders niet. Kom maar door, kom maar, kom, 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 kom. Ja, goed zo. En dan zijn we er straks weer. Net was het weer een beetje. Ik weet het niet op, maar... Ja. Of kan ik het beter zo doen? Geen idee. Ik ben een beetje aarzig. Nou, niet meer. Nou, Ro is er ook alweer. Ja. Bos is er alweer. Ja, het is 3 uur. Lekker op tijd. Joepie. Kijk. Ro is er ook weer, mensen. Nog heel eventjes en voordat hij zo meteen mag gaan chauffeuren. Meerijden. Ja. Dan moet ik zelf rijden. Oeh. Dat is een hele grote bus. Dat is erg lastig, maar we leren de kleine straatjes. Dat is leuk. Ja, dat is wel leuk, maar niet voor die kleine straatjes. Tuurlijk al, dat is grappig. En toen had je nog een papiertje erbij. Oh nee, niet. Jammer. Wacht even. Allemaal post. Dat is allemaal les. Post, 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 post. Nou, ik ga je ook niet verder storen, zeg. Nee, ik niet. Is ze zo. Is mooi. Ik ruis toch al. Ja, ik ook. Schiet weer. Daar ga niet in jij mee. Nee, daarom. Dat is handig. Heel handig. Ik moet 10 keer hetzelfde zeggen. Schat. Huh? Schat. Huh? Schat. Huh? Schat. Schat. Ja? Schat. Even mij. Schat. Even mij. Schat. Even mij. Schat. Wie? Schat. Schat. Is 10 keer. Huh? Schat. Is 11. Ja? Ja, precies. Even lekker verder werken. Zo. Ja, we zijn weer klaar voor vandaag. Dan gaan we terug naar het depot. En dan naar huis. Ik heb nu iets meer dan bijna 3 euro gedaan. Ongeveer plus minus. Dus dat is mooi. Lekker ritje, lekker relaxed. Chillen. En tot de volgende keer. Ja, we zijn vandaag aan het pakket bezorgen. De eerste dag van de job en ik mag al rijden. Heel leuk. Lekker rustig rond. Prima instructeur. Alles werkt, er zit een PDA in, dan is het navigatie. En het is niet zo'n grote bus, het is maar iets kleiner model. Alleen, als er iets met die zon erin is, en sommige wel. En ja, gaat het eigenlijk wel goed. Ja, toen was het hier ook pikken donker, maar ook dus een traphuis. Ja, joepie, ik heb zelf licht gecreëerd, dat is ook leuk. Scheur te moeten onthalen. Dus ik denk, ja, dan neem ik lekker mee. Zo leuk. Scheuren. Helpen. Nee, ja. Als er een paar uur later wordt gericht op buiten. Is lekker een verkoeling. Heerlijk. Komt even goed.
Nee, dat maakt een kijk dicht. Ik kan het over. Nog een keertje licht vallen. Maar ik kan het over. Zo, ja, dat komt uit. Ik kan het ook. Voor het was die weer donker. Maar ik moet toch een paar blikjes ragout hebben. Twee eigenlijk. Dus ik pak er twee. Zo. 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 Oh, dan neem ik de rug nog zo mee. Even zo. Zo. Dan gaan we weer naar boven toe. Zo. Zo. Kijk, eens even kijken. Laten we kijken aan je het regelt. Kijk. Het regelt. Ja, het regelt. Juppie. Dat is leuk. Dat het regent. Toen was het donker. Ja. Er zijn ook andere mensen die gewoon licht nog in huis hebben. Ik niet. Ja, één. Maar ik liggen, toen was mijn partij nog één. Net. Dus ik kan nog heel even. Ja, toen doe ik even juist namelijk. Deurtje open. Dus kom maar niet binnen. Zo, het was dan weer licht. Hé, het was weer licht. Ja. Ik heb ook in mijn keuken licht aan. Ja. En mijn douche ook nog even. Oké. Ja, dan kan ik even weer verder met koken. Kijk. Ik heb rijst al klaar. Ik heb broccoli op. En ik ga nu even ragout warm maken. Dit is... kalf ragout. Kijk, van de Jumbo. Ja, gewoon van de Jumbo. Nee, ik word er niet voor gesponsord. Hartstikke idee. Die ga ik even warm maken. En dan ga ik het allemaal lekker door elkaar heen wisselen. Lekker. En wie heb ik daar aan de telefoon? Mama. Mama, ja. Dat ik een paar rijden. Ja, dat was ik. Ja. Wij, ik, jullie, ons. Willen, jullie, ik. Wij, ons, ik, hij, zij. Graag hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, wat Ro al zei vanmiddag, doe dat blauw duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Vergeet niet te reageren hieronder. En vergeet ook niet en dat belletje aan te klikken, want dan blijf je op de hoogte en niet op de vlakte. Precies, je hebt het in de gaten. En dan zou ik zeggen... wordt het een spannende dag, want dan gaan we Astra wegbrengen. Dus we nemen jullie gewoon weer gezellig mee en we hebben weer twee onze eigen wijken en twee invalwijken. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en tot morgen. Doei!